3, 2, 1. Yo, vakken mensen, ook bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij een YouTube, een drill rappers tierlist doen. We hebben een tijdje, of laat me zo zeggen, de scene is een beetje rustig. Maar ik weet zeker, of ja, ik weet zelf al dat een paar artiesten zijn bezig met een paar projecten, met een paar liedjes, met een paar pressplays die nog uit gaan komen. Maar tot nu toe, wat we allemaal tot nu toe hebben gehoord, van begin tot eind, we gaan hier gewoon een ranking van maken van wat we allemaal hebben gehoord, wat mijn persoonlijke mening is. Eigenlijk wou ik dit op stream gaan doen, maar ik dacht van laat me dit op stream doen, want dan kunnen jullie misschien dingen zeggen waardoor ik mijn mening ga veranderen. Misschien zeggen jullie van ja, maar hij heeft dit uitgebracht of dit. En dan ga ik denken van oké. En dan, je toch, dan ga ik helemaal door de war raken. Dit is gewoon puur mijn mening over bepaalde artiesten, waar ik ze nu zou hebben in mijn lijst, of ik ze vaak luister, of ik ze weinig luister, of ik hun presspace en bla bla, of ik het hard vind en al die dingen. Alles gaan jullie horen. Ja man, ik wou hier heel lang een video over maken, maar ik dacht van nu is het de beste tijd, omdat de scene een beetje rustig is. En ik weet hierna, mensen gaan met je ziet al verandering zeg maar in de scene, qua videoclips, qua dit, qua dat, qua productie, qua samenwerkingen. Dus ik dacht van laat me dit gewoon nu maken. En dan over 2 jaar, 3 jaar komen we terug en dan zie je gewoon van, ja, maar over een paar maanden zelfs komen we terug en dan zie je van die progressie die ze hebben gemaakt. Of de switch die ze hebben gemaakt. En dan kunnen we die lijst gewoon natuurlijk altijd veranderen. Ben je nieuw op mijn kanaal, like die abonneer sowieso. We doen het even op een andere manier, op een streaming manier. Ik ben soort van aan het streamen nu, mijn camera zit gewoon aan. En mijn computer aan, ik ben soort van aan het streamen nu. Dit is een lauwe manier om te filmen eigenlijk. Maar ik ga dit vaker doen. Ook met FIFA video's doe ik dit ook. Maar ik ga het misschien zelf met reactievideo's doen. Maar het is ook makkelijker om te editen. Maar ik heb drinken. Ik kom van school. Ik ga niet te veel praten. We gaan gewoon gelijk hiermee beginnen. Als ik een paar artiesten, als ik niet op zijn naam kan komen, wees niet boos. Ga mij niet... wees niet boos. Kom het gewoon zijn naam hieronder. En dan... corrigeer ik mezelf gewoon in de comments, maar dat kan ook gewoon. Oké, we gaan beginnen. Laat me snel een slokje nemen. We gaan beginnen van linksboven. Helemaal naar beneden. Ik zeg je eerlijk, ik ga goed kijken. Ik weet niet heel goed wie dit is. Volgens mij is hij van 7-3. Ik weet niet heel goed wie dit is. Laat me kijken. Volgens mij is hij van 7-3. Volgens mij is hij van 7-3. Even kijken. Volgens mij is het... RB? Ik weet niet, man. Volgens mij is het RB. Oh mijn god, ik heb ook mijn headset niet dat je die... Dat is ook wel dom van mij. Maar, volgens mij hij het, of niet? Volgens mij is hij het. Ik hoop dat hij het is. Als hij het is, dan zet ik hem op vuur. Dan zet ik hem bij vuur. Want, ja, ik zet hem gewoon bij vuur. Kijk, en dan gaan we naar nog iemand. Ik denk dat dit Choppa is, omdat hij is ook van 7-3. Ik denk dat dit Choppa is. Choppa vind ik hard. Choppa zo flow, bro. Helemaal in het begin, volgens mij 2019. Nu moet ik het wel goed zetten, of zeggen. 3 jaar geleden, nee, dat is... Wat is die eerste tune van hem? De pijp, hè? 3 jaar geleden, dat is 2000, ja, 2019. Hij pakte mij het meest van iedereen van 7-3. Dus ik zeg, ik zet hem wel bij hard, man. Dom, hard. Weet je, ik zet hem bij dom. Ik wil een tape van hem horen, eigenlijk. Ik wil iets van hem zelf horen, zeg maar, hoe hij... Gewoon alleen staat op het tune, dat wil ik wel horen, man. Meeste mensen... Dat is al gelijk een ik verklap al iets daar. Maar meeste mensen die ik bij koud ga zetten, dus helemaal bovenaan... Heb ik meestal ook een liedje van hun alleen gehoord. Of vind ik een liedje van hun alleen hard. Niet alleen in een groep, zeg maar. Als je in een groep hard bent, is oké. Maar ik wil ook horen hoe je sterk bent op jezelf. Dus op een eigen tune, zeg maar. Dus, ja, dus daarom... Daar baseer ik mijn mening ook op. DV, bro. Wat? Is dat al... Bro, DV is te koud. DV is te koud. En vind ik hard. Maar hij is nu ook pas vrij. Kom met een boze tune. Toen hij vast zat, ging ik... hoe heet die tune? 4G freestyle of zo. Ging kapot maken, die tune. Ik wist nog, in de klas... Kwam een mattie van mijn klasgenoot. Hij zette dus 5713 van hem. En ik hoorde die flow dan van, ja man, dom. En toen ging ik zei niet eens van, ik zei niet eens van, het is hard.
Ik ging gewoon bouncen, zeg maar. En toen ging ik stiekem opzoeken, 5713 ging ik zoeken. En toen kwam ik op die tune en ging ik het zelf luisteren. Ja, die tune was wel hard, die tune was hard. Dit is volgens mij RS, denk ik. Is volgens mij RS. RS zet ik bij. Hardom. Moeilijk. Ik zet hem bij hard, denk ik, man. Ik zet hem bij hard. Als je luistert naar die tune met Loki en RK, domme tune. Die tune waar hij alleen op staat. Ik ben vergeten hoe die tune heet. Waar hij alleen op staat, gewoon. Zone 2 Drillers, ja, die is dom. 2,1 miljoen weergaves. Ja, die is dom. Ja, RK. Zet ik bij hard? Want ik wil meer van hem horen, man. Hij is inconsistent, vind ik. Nu gaat hij wel met wat komen. Want ik zag een release datum van in november. Hij gaat met wat komen. Dus ik hoop dat dat hij gewoon dit volhoudt. Maar hij zal sowieso bij kousen als hij consistent zal zijn, man. Dit is... hoe ben ik zijn naam vergeten, man? Bro, wat? Hoe ik die man zijn naam niet? Wacht, laat me naar pressie gaan. Zo, incognito. Bro. Hoe weet ik... En het is een van de populairste lightworks ook, volgens mij. Probleemkind, ja toch, dit is Probleemkind. Probleemkind zet ik bij hard, maar van hem moet ik ook meer horen, man. Het is precies hetzelfde, zijn flow is koud, alles. Maar ik wil gewoon meer van hem horen, man. Ik wil gewoon iets meer van hem horen. Ik denk dat dit Loki is. Laten we snel spieken bij de rest. Ik denk dat dit Loki is, ja. Loki zet ik bij koud. Alleen komt hij sterk op het tune. Samen komt hij sterk op het tune. Ja, hij is gewoon hard, man. Ik wil alleen een album van hem horen. Of een EP van hem horen. Met meerdere tunes. En ik wil weten of hij... Dat ik bijvoorbeeld 7 tunes van hem kan luisteren. En hem niet zat kan raken. Want ik luister altijd gewoon 1 tune van hem. En dan komt er weer een nieuwe tune na zoveel tijd. En dan weer een nieuwe tune. Dus ik vraag me af of dat zo... zo weet toch? Of ik dat niet... of ik niet zat ga raken. Of dat... Hoe? Kan niet eens. Spraakgebrek, neef. Wow. Of ik hem zat ga raken na zoveel tunes, zeg maar. Dus ik vraag me dat af hoe hij gaat doen op een EP of een album. VL zit ik bij hard. VL is keihard. Dit is 7K volgens mij. 7K. Dit is 7K active. Ja. 7K active. 7K zit ik bij hard. Karma K koud. Waarom zet ik Karma K? Is eigenlijk niet eens een vraag. Maar Karma K. Als je luistert naar zijn EP, de featurings die erop komen, de beats, zijn lightworks, het werkt gewoon. Hij moet wel bij koud, man. De Rich Kalas op, hoe zet je Rich? Man zet Rich Kalas op een FT, dat vind ik zo dom. Henky T, wat hij deed op die tune, dom. Volgens mij stond 7 ook op die tape. Ik weet het niet, zeker. Ik ga heel snel spieken. Ik ga heel snel spieken. Even kijken. ECSB staat erop. 7 staat erop. Freddy Broek staat erop. Rich Kalas, Henky T en KS. Juist. Die tune met KS was een tijdje echt mijn tune, man. Maar ja, man. Domme FT's op een EP. Zijn eerste EP. En dan zulke FT's, bro. Ja, man. Koud. Def 10K, koud. Zijn flow is onmenselijk, man. Ik vind hij zit in zijn eigen lane. En hij kan veel, veel verder komen ook, man. Zelf in de normale scene. Maar hem zie ik zomaar op het tune met Ronnie Flex bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Of ADF Samski, gewoon. Weet je toch, het zou wel hard zijn. Ik weet niet wie dit is, man. Ik weet niet wie dit is, man. Laat me weten in de comments wie dit is. Chulo. Chulo vind ik dom. Ik vind het gewoon lauw wat hij zegt ook gewoon. Hij neemt rap niet zo serieus. En ik vind het gewoon lauw hoe hij komt. En hoe zeg je dat? Ja, gewoon zijn manier van rappen, man. Vind ik gewoon hard, man.
Ik zet hem bij dom. Culas. Koud. Waarom zet ik hem bij koud? Ja. Drill EP op in de charts volgens mij. Zijn met de drill EP in de charts komen 2 keer volgens mij. Ik vind ze gewoon dom. Culas Blakka natuurlijk. Zet ik gewoon bij koud, man. Boys kunnen muziek maken. Dit is... Ik weet niet wie dit is. Dit is... Ja, ik kon nu even niet op zijn naam komen. Maar hem zet ik bij dom. Want zijn laatste ding is... TL volgens mij. TL. Ja, dit is TL. Hem zet ik bij dom. TL is hard. 11, Slice, hard. Hun kunnen muziek... Hun maken ook verschillende muziek, verschillende genres. Hun proberen ook verschillende muziek, verschillende genres. Dus dat vind ik hard aan hun. Hun blijven niet in één lijn. Hun doen gewoon meerdere dingen. Maken collabs met vrouwen. Kerstliedjes. Weet je toch, dat vind ik lauw aan zulke boys. Maar het hoeft niet alleen maar één ding te zijn. En ja man, daarom zit ik hem bij hard, man. Dit is SJ, bro. SJ zou ik bij koud zetten, maar deze man is inconsistent, man. Dat vind ik zo jammer. Want ik vind zijn manier van rappen hard, man. Elke verse die hij tot nu toe heeft uitgebracht vind ik hard. En heb ik vaker geluisterd ook. Dus SJ zou bij koud zetten, maar het is niet eerlijk. Omdat hij gewoon bijna niks uitbrengt. Jongste, hard. Jongste is hard. Jongste is ook een lauwe guy. Is ook een guy waarmee ik een video heb gemaakt ook. En gewoon hoe hij is gewoon als persoon is gewoon lauw, man. Hij is gewoon rustig, flexie. Dus ja, maar jongste zet ik sowieso erin, man. Hij is sowieso down om meerdere video's te maken. Dus zulke personen, ja man, gun ik alles, man. Crack, hard. Pff, kom op, man. Kom op, man. Ik weet niet wie dit is, man. Weet je, mensen die ik niet weet wie ze zijn, zet ik bij nog meer pushen. En dat is gewoon puur omdat ik dan, stel, ze kwamen met een hardere tune of een tune die, waarvan ik het weet, zou ik weten wie ze zijn. Maar misschien kan ik het ook gewoon zijn vergeten, man. Dus daarom. Maar ja, ik zet ze even bij nog meer pushen. Anders staan ze daar zo onder. Dat is ook niet leuk. JC, bro, zijn flow. Zijn flow. Dom, dom. En als je niks naar 11 en Slice, maar die diss naar 11 en Slice is ook gewoon een harde tune. En dan zie je ook gewoon dat hij niet... Hij is niet, zeg maar... Hij is niet... Hoe moet ik het zeggen? Hij kan ook bijvoorbeeld dissen. Dus hij is niet alleen maar een... Bijvoorbeeld drillrap, wat mensen zeggen. Hij is gewoon een rap. Hij kan dit doen, hij kan dat doen. Hij maakt ook verschillende muziek. Collabs ook. Met verschillende jongens uit Zuid. Verschillende jongens uit andere buurten. Dus dat vind ik hard, man. Hard, gewoon wat hij doet. Hem zet ik bij nog meer pushen. Niet dat ik hem slecht vind of zo. Maar ik zet hem bij nog meer pushen. Ik voel zijn vibe wel, zijn energie en zo. Maar ik kan er nog niet vaak naar luisteren. Ik weet niet wie dit is, man. Ik weet niet wie dit is, man. Ik zit hem bij nog meer pushen. Is het Thai? Nou, weet wie dit is. Volgens mij is het Thai. Ik weet het niet zeker. Ik weet ook niet wie dit is. Volgens mij staat hij... Volgens mij is hij van Z42. Denk ik, maar ik weet het niet. Ik weet niet wie dit is ook. Oh, jullie gaan mij sowieso vuren in de comments. Laat me gewoon weten in de comments. Ik corrigeer mezelf en ik laat wel weten in de comments waar ik hem dan zal zetten. Ik weet ook niet wie dit is, man. Dit is Bailey volgens mij. Bailey is hard. Bailey is dom. Bailey zet ik bij dom. Hard. Hij moet ook wat meer pushen. KL. KL zet ik bij vuur. Bij hard bedoel ik. Hij heeft wel een tune met Taze. Dat is wel legendary. Maar hem zet ik bij hard. Weet je... En zit ik bij koud, man. Met zijn stem. Ik weet zeker dat als er een Amerikaanse rapper zo zou schreeuwen naar mij, dat ik niet naar hem zou luisteren. Maar naar hem kan ik wel luisteren. Dus koud, man. Dat je gewoon... Bro, koud. Sorry, mijn fout. Hij rapt volgens mij Engels. En hem zit ik bij vuur. Hij zit ik bij vuur. Ik weet niet wie dit is, man. Impie? Ik denk Impie. Want dit, hierna komt Jersky, zeg maar. Ik denk het. Nee, dit is Impie. Toch? Ja, dit is MP. MP zet ik bij hard. MP zet ik bij hard. MP is hard. Wie is dit dan? Weet ik niet. Dit is... Hij is goed met MP volgens mij. J-Sef. Uit mijn hoofd. Zet ik bij hard. Dom. Hij heeft ook een SO naar mij gegooid in de tune. En zet ik bij dom, man. En van hem wil ik ook iets meer horen, man. Wil ik iets meer horen. Dit is Thai. Wie is dit dan? Oké. Jersky, hard. Zijn flow. Pff,
Hij is nog anti. Maar zijn flow, alles, het werkt. Het werkt, het werkt. Ja, ik kom denk ik nog op hem terug. Thai. Hard. Je kan zeggen wat je wilt, maar ik vind zijn flow gewoon hard. Zijn manier van rapper vind ik gewoon hard. Zijn flow, alles, het werkt. Stacks. Volgens mij Stacks. Stacks zou ik nog meer willen horen, man. Ik zou hem nog meer willen pushen, man. Ik heb geen solo tune van Stacks gehoord, bijvoorbeeld. Hij komt wel hard op. Nee. Stacks zit ik al bij VU. Kijk, op FT's komt hij hard. Zijn verses zijn hard, maar. Ja, weet je, ik zou nog wel wat meer van hem willen horen, man. Ik weet niet wie dit is. Is het Skofich? Ik weet het niet. Dit is. Bro, hoe weet ik niks, man? Kom het alsjeblieft. Zet in de comments, alsjeblieft, man. Oh, hij kwam koud. Dit is. Oh shit, weet ook weer. En vind ik hard. Jullie weten wie dit is. En vind ik hard. Zijn manier van rap. Hij heeft een tune met een domme beat. Nu moet ik het weten. Lightwork freestyle. Hij heeft een tune met een domme beat, man. Wacht even hoor. Lightwork freestyle. Waar staat hij? Oké, dat was. Ja, dat was Impie dus. Waar staat hij? KV Savage. Pff, bro. Kom even niet op zijn naam, man. KV Savage, ja, man. Dom. En vind ik hard. Zijn flow. Die beat die hij heeft gebruikt ook. Ik ga jullie precies wijzen welke tune het was. Al deze artiesten die ik trouwens heb opgenoemd, ken je ze niet. Ga hun muziek checken. Want deze boys, iedereen die op deze lijst staat. Ik weet zeker dat één van jullie, misschien meerdere van jullie, hun hart gaat vinden, man. Dus ga hun allemaal gewoon checken, man. Ken je ze niet, check eens. Je weet toch, hun namen staan erbij, denk ik. Anders schrijf ik wel een paar van die namen op, wat wel werk gaat zijn. Maar dan schrijf ik een paar van die namen op en dan komt het goed. Volgens mij is het, nee, Diemek is ook wel hard. Gegeven hard. Die tune zat er niet meer op. Die tune zat er niet meer op, ja. Maar hij had de tune. Was hard. Dan gaan we naar Go-Getter. Go-Getter vind ik dom, man. Ik vind zijn stijl is agressief. Ik vind hem dom. Ik vind hem hard. En dit, wie is dit, man? Even kijken, Light. Work freestyle. En nou. Wie is dit ook alweer? Zo, CB is ook wel hard. Die boys van 61 zijn ook hard. Negeren niet. Millie is ook wel hard. Even kijken. T-Sef, koud. Boys van Kade ook koud. DD3. Gemiso. Crack is volgens mij, ze stond erbij inderdaad. Bro, ik kan die man niet vinden gewoon. Ik kan gewoon niet vinden wie dat is. K6? Nee. Dat is geen K6. K6 staat. K6 is hard trouwens, maar. Staat er niet bij. Laat me weten in de comments wie dat is, man. Ik wil echt weten wie dat is. Want volgens mij is hij gewoon hard. Ik herken die foto van ergens. Ik weet wie dat is, man. Yo, kijk, iemand een lelijke kill hier. What the fuck, man. Bro, die thumbnail is ook echt super slecht, man. Oh mijn god. Soms, ik maak thumbnails. En ik kijk terug en ik zie van het super slechte thumbnail. Kijk. Deze thumbnail heb ik niet gemaakt. Wat? Kijk voor die thumbnail van mij. Oh mijn god. Maar ik haat om mijn oude video's terug te kijken, trouwens. Ik kan er echt niet tegen om mijn oude video's terug te kijken, man. Ja, ik weet niet meer wie dat is, man. Maar laat me weten wie dat is. Dit is mijn ranglijst. Laat me weten of ik dit ook moet gaan doen met UK-rappers. Nederlandse, gewoon Frenna en zo. Of ik het met hun moet gaan doen.
of ik met UK rappers, Amerikaanse rappers, laat me maar weten. Moet ik het met vrienden doen, met meer mensen erbij, dat je meer meningen hoort, discussies gaat horen. Dat zou wel hard zijn eigenlijk. Misschien ga ik dat wel doen. Maar laat me weten in de comments wat jullie nog mee willen zien. En al die dingen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video sowieso. En al die dingen. Abonneer. Push naar de 15k. En ik zie jullie snel bij de volgende video. Love. Bye.